Nee. Yes, we kunnen nu. We ja, maar het is wel een hele organisatie hoor. Ja, we hebben dus ook vrienden die ons helpen. We zijn op zoek naar financiers, nog sponsors. Want het gaat echt niet. Het gaat een heleboel geld kosten. België krijgt gewoon van de staat 160.000. Wij moeten alles bij elkaar sprokkelen. Dus we hebben nou een actie. Bedrijven kunnen ons sponsoren. Die kunnen dus via onze website travel.nl kunnen ze landen kopen. Dan zal hun naam, dus die komt daar op die website ook te, en komt op de bus, want we gaan met een tourbus. En dan krijgen ze een foto van ons in dat desbetreffende land. Dus het wordt voor hun weer promotie. Dus ja, we hebben al heel wat landen verkocht, maar we zijn nog steeds niet klaar om helemaal te gaan. Ja. Dus. En welke landen moet je nog? Ik hoorde dat net, Griekenland is nu verkocht, Monaco is verkocht, België, Frankrijk is verkocht, Spanje is net Duitsland. Verkocht. Duitsland is verkocht, TV Gelderland heeft Finland gekocht. Toch? Maar er zijn dus nog heel veel landen. Heel veel landen beschikbaar. Ik denk dus vooral in Oost-Europa, of niet? Is dat minder, misschien is dat wat minder, ja. Zou kunnen. Minder bekend. Ja. Dan moeten platenmaatschappij maar eventjes. Nou, we gaan proberen alle landen te verkopen aan bedrijven. Ja, dat zou leuk. Café Monaco, haar stamkroeg. Ja, mijn stamkroeg heeft inderdaad een Monaco gekocht. Omdat het Café Monaco heet. Monaco. Ja, dus dat is natuurlijk wel leuk. En provincie Valkenburg, provincie Limburg en gemeente Valkenburg hebben wat gekocht. Wie heeft Griekenland eigenlijk gekocht? Provincie Limburg heeft Griekenland gekocht. Oh ja, dat is leuk. Griekenland was duurder. Dus internationaal. En ik geloof dat nou TV Gelderland heeft een land gekocht, maar ik weet niet precies wat voor land. En welke bedragen moet je denken? Nou, een land kost €3.000. Ja. Maar er zijn twee landen kost €6.000. Waarom ook alweer? Weet ik niet, maar er is een reden voor. Griekenland is 6.000. Omdat je daar heel veel promotie voor je bedrijf krijgt. Zo werkt dat dan. Ja. Kan je wel Duitsland zijn of zoiets? Zijn. Nee, Duitsland niet. Griekenland sowieso, omdat we daar langer zijn. Oké. Okay. Ja. Dus als je een land wil kopen. Leuk, hè? Graag. Het is wel leuk, want ik merk met het Songfestival. Ik had nooit verwacht dat het zo hard verwarmend zou zijn. Omdat alle mensen het samen doen. Iedereen stemt voor je. Dus eigenlijk neem je al die stemmen mee. Het voelt ontzettend vertederend. Iedereen komt uit Nederland. Dus iedereen... Nu met die bedrijven. Die bedrijven steunen je. Straks ga je die tour maken. Maar je voelt je gewoon gesteund door zoveel mensen. Het wordt echt een ding van ons allemaal samen. Dat is heel leuk. Ik heb echt een paar vertederende momenten gehad. Dat ik dacht, en eerst op de eerste plaats zoveel mensen hebben voor ons gestemd. Ja. Dat is super. En dan kom je thuis en er zijn er zoveel kaarten van mensen uit het dorp en van overal bloemen van iedereen gekregen. Ik heb nog kippenvel. Nog nooit zoveel sms'jes gekregen. Nou, ik kwam binnen in mijn dorpje, dus zeg maar, Valkenburg. Ja, ik kwam binnen en je hebt, als je binnenkomt in Valkenburg, zijn er van die borden met van die rode lichtletters, zeg maar. En meestal staat daarop wanneer de Tour de France daar langskomt en zo. En ik reed daar binnen, echt na zo'n hele drukke songfestivaldag. Stond daar Proficiat Travel en ik kreeg eigenlijk helemaal kippenvel over. Ja, dat was echt leuk. Ja. Bloemen thuis bezorgd van gemeente Beek of de provincie Limburg. En dan, maar ook van reacties over vanuit het hele en land. En dan horen inderdaad dat de hele vriendenclub van ons in één café zaten. En allemaal keihard tv aan en allemaal keihard juichen en stemmen. Uiteindelijk hoorde ik het verhaal dat ze buiten op krukken zijn gaan zitten en zijn gaan trommelen. Allemaal hartstikke zat natuurlijk. Dat ze buiten allemaal briefjes hebben neergestrooid overal met ons sms, wat je moest sms'en. Oh, echt leuk. Dat iedereen ik kreeg 70 sms'jes die avond nog. Dus echt ongelooflijk. Ik heb op verjaardag nog niet eens zoveel felicitaties. Veel meer dan als je nummer 1 hit had. Toen we nummer 1 hit hadden, was het te gek. Maar omdat nooit je het samen doet. Omdat je echt, dat is het. Dat vind ik echt leuk hoor. Ja. Het is echt, en dat is Nederland, echt... pakt zich samen. We gaan ze zijn nu trots het Eurovisie weer opfrissen. Ja.